Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag. Het is vandaag dinsdag. En ik ga nu naar school rijden omdat ik een tentamen heb op locatie. Ik heb er vrij weinig voor gedaan. Ik heb gisteravond nog wel geleerd. Maar ik ga hopen dat het genoeg is om de tentamen te halen. En anders moet ik hem nog een keer herkansen. Het is vroeg, het is 8:30. En ik heb om 9:30 tentamen, dus ik ben hopelijk op tijd. Dus een half uurtje rijden of zo. Het is heerlijk weer. Ik heb lekker alleen een colbertje aangetrokken met een t-shirtje eronder. En volgens mij is dat wel prima. Dus ik ga nu naar school rijden. Nou, ik ben klaar hoor. Volgens mij ging het wel oké. Denk ik, hoop ik. Ik hoop dat ik hem gewoon heb gehaald. En nu ga ik door naar Zaandam. Als het goed is, is Gina er al. Wij gaan shoppen bij de Primark. We hebben een afspraak kunnen bemachtigen. Want het was echt super druk met afspraken. En om tijd te roden ga ik ook nog even naar de Sting. Want ik wist eigenlijk dat ik er eerder zou zijn dan mijn afspraak. Dus gaan we daar ook nog even een kijkje nemen. Ik ben volgens mij alleen maar aan het shoppen deze dagen. Het is echt heel erg. Maar sinds de winkels weer open zijn vind ik het gewoon zo chill om overal even lekker rond te kijken en zo. Dat heb ik gewoon echt gemist. Het is super nice weer. Het is gewoon helemaal blauw. Dus ik ben helemaal gelukkig. Goedemorgen. Het is weer een prachtig weertje. Oh, ik kan niet eens in die zon kijken hier. Dus ik ga vandaag lekker buiten spenderen. Ik ga lekker in het zonnetje zitten. Ik ga denk ik hardlopen. Want dat wil ik ook eigenlijk weer even doen. En sporten. En dat kan allemaal lekker buiten. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik ga eerst even lekker ontbijten. Nou, het lijkt wel of ik op vakantie ben. Ik heb al heerlijk een uurtje in de zon gezeten. Maar ik had me nog niet ingesmeerd. En dat heb ik nu wel even gedaan. En ik heb lekker een kort broekje aan met een kort shirtje. En dan gaan we alvast lekker een kleurtje proberen te krijgen voordat de echte zomer begint. Want anders ben ik een lekkere melkfles. Dus ik ben helemaal ingesmeerd en we gaan weer lekker de zon in. Hoe chill is dit? Oh, zo lekker. Nou, ik heb me even klaargemaakt voor een korte hardloopsessie. Ik ben heel slecht in hardlopen, maar ik wil toch proberen op te gaan pakken. Dus ik doe gewoon hele korte afstanden. En dan ga ik gewoon kijken of ik het op kan bouwen. Dus ik heb even wat aangetrokken, sportkleding. En dan ga ik even een rondje hardlopen. Nou, ik heb hard gelopen. En ik heb daarna ook nog eventjes 15 minuutjes een buik, benen, pillen workout filmpje gedaan op YouTube. Dit haar kan echt niet. Het is zo vet. Ik heb het volgens mij 5 dagen geleden gewassen of zo. Dus ik heb er echt lang mee gedaan. Maar nu kan het echt niet meer. Dus ik ga het lekker wassen. Ik ga lekker douchen ook. Daar heb ik heel veel zin in. Er was trouwens echt een gekke achtervolging dat ik aan het hardlopen was. Opeens kwam er echt een motor met 100 km per uur of zo op de weg naast mij langs geraasd. Terwijl je daar 50 mag. En daarna kwamen er allemaal sirenes en 2 politieauto's ook echt keihard erachteraan. En ik was gewoon rustig daar aan het hardlopen. En ik dacht echt, wat de fuck gebeurt hier? Maar ja, een of andere gekke achtervolging. Ik hoorde net weer wat sirenes. Dus ik gok dat ze iemand moeten pakken. I don't know. En ik baal dat het morgen niet zo lekker weer wordt als vandaag. Al moet ik morgen wel werken. Dus dan is het minder erg dat ik moet werken. Ik heb vandaag echt de hele dag in de zon gezeten. In de hoop dat ik een beetje een kleurtje opbouw. Maar het was ook gewoon echt mega lekker. Het was volgens mij 3 of 24 graden vandaag. Het zou, dacht ik, 20 worden of zo. Maar het werd steeds warmer. En op een gegeven moment dacht ik, oké, ik had hier gewoon in een bikini kunnen liggen. Ik had wel gewoon een kort broekje aan en een kort shirtje. Dus dat was echt, echt heerlijk. Dus ik hoop dat ik een beetje een kleurtje heb gekregen. Maar ja, dat is nu nog niet echt te zien. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben uit bed gerold. Ik heb net de 2e aflevering van Runewold. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar die kinderen die dus daar ontsnapt uit zijn. Ik vind dat zoiets heftigs. Ik snap gewoon niet hoe dit kan ook in Nederland. Ik weet niet, soms hoor je wel eens verhalen uit Amerika of zo met dit soort gekke dingen. Maar in Nederland, ja, ik kan er gewoon echt niet bij met mijn hoofd. Maar goed, we hebben nog 2 afleveringen te gaan die volgende weken komen. Ik ga lekker ontbijtje maken voor mezelf en dan ga ik weer even sporten. Even ontbijten. Ja, mijn sedentaire girl, mijn life will I, yo.
Nu wil ik naar je tilbaka, altijd ik naar je voor u. De vizing en ananda, zo kan stoa by my side, oh why. Zet het erop, hoor je voor mij, hoor je voor de baby. För de här jadis, jadis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig, på det jag lägger all min tid. Jag vill ha dig, ha dig, du får mig känna safety. Jag kan nog leda baby, och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan än dig. Nou, ik ben helemaal klaargemaakt om naar werk te gaan. Ik moet vanaf 3 uur werken, dus ik ga lekker naar werk rijden. Het is heerlijk weer buiten. Niet zo warm als gisteren, maar het zonnetje schijnt gelukkig wel. Dus ja, misschien wordt het nog wel druk. Nou, we zijn weer terug van werk. Ik heb iets binnengekregen en dat is de Bali Body Face 10 Water, zoiets. Dat had ik besteld, want ik zag het op Instagram ergens voorbij komen. En ik wilde eigenlijk die olie bestellen, dat heb ik ook gedaan. De watermeloen geur en dan de olie. Die wilde ik eigenlijk bestellen voor de zomer. En toen zag ik dit dus op de Instagram van hun ook staan. Met hele goede resultaten en dat je er gewoon echt lekker een beetje een bruin gezicht van krijgt. Dus ik dacht, ik moet toch dat ene bestellen. Laat ik dit erbij bestellen. Dus ik ga het nu gelijk proberen. Want als het goed is kan je dat dus gewoon de avond van tevoren ook doen. En dan moet het 4 of 5 uur, heeft het zeg maar nodig om die tent te ontwikkelen. Dus dan word ik morgen als het goed is bruin wakker. Je hoeft het alleen maar gewoon op een badje te doen. En dan ja, op je gezicht te doen. En dan kan je gewoon je skincare eroverheen doen. Ik ben heel benieuwd. En als het goed is blijft het iets van 4 of 5 dagen zitten. Dus we gaan het zien. Ik ga eerst even lekker mijn gezicht schoonmaken. Gewoon met zo'n cleanser. En dan ga ik deze gebruiken. Nou, lekker helemaal eventjes schoongemaakt met mijn Foreo. En dan ga ik nu eerst even mijn mascara eraf halen. Want ik bedacht me dat het er nog op zat. Oh, dit ruikt me een partijtje lekker. Oeh. Nou, ik ga dus op het watje doen en dan gewoon over mijn gezicht verdelen. Ik heb dus gisteren, ja, in dit licht is dat niet echt heel goed te zien, maar al een beetje een tan gekregen van het zonnen. Maar ja, hoe meer hoe beter. Ik weet dus niet hoeveel ik er precies op moet doen eigenlijk. Nou, ik heb 3 pompjes of zo gedaan. En dan ga ik het nu op mijn gezicht verdelen. Oeh, het ruikt wel echt chill. Ik weet niet of ik het nou op mijn ogen moet doen, maar ik denk het wel. Want anders dan zijn die straks wit. En ik pak mijn nek ook mee, want ik wil ook natuurlijk niet dat ik een soort gek verschil krijg of zo. Ik weet ook niet hoe erg dit natuurlijk echt gaat zijn. Oké. Nou, ik denk dat het zo wel goed is. Ik ben heel benieuwd. Ik ga wel even een voorfotootje maken in dit licht. Maar dan weet ik niet of ik morgen echt goed het verschil kan zien met daglicht natuurlijk. Maar misschien ook wel. Dus laten we het toch maar even doen. Let's see of we morgen verschil zien. Ik ben heel benieuwd. Het ruikt in ieder geval lekker. En ik moest het dus een soort van als toner gebruiken. Dus ik ga mijn toner nu ook niet gebruiken. En alleen nog gewoon lekker even een nachtcremetje opsmeren. En dan ben ik heel benieuwd morgen. Nou, goedemorgen. Daar zijn we weer. Ik weet niet of het heeft geholpen wat ik gisteravond heb gedaan. Want ik heb niet het idee dat ik echt bruiner ben in mijn gezicht. Maar misschien heb ik een beetje te weinig opgedaan. En misschien ben ik wel bruiner, maar zie ik het gewoon niet. Dus ik ga maar even een foto maken en dan ga ik het even vergelijken. Oké, ik denk het niet echt. Dit was ervoor. En dit is nu. Nou, ik zie het niet echt. Dus ik denk dat ik straks gewoon, voordat ik mijn huidverzorging aanbreng, nog even een laagje doe. En dan, ja, ik denk dat ik gewoon te weinig heb gedaan. Ik heb echt maar 2 of 3 hele kleine beetjes op dat watje gedaan.
Nou, misschien is het een beetje hoor. Ik, op zich, dit licht is niet echt best. Want je maakt, het maakt je sowieso heel bleek. Maar als ik in de spiegel kijk, vooral op mijn voorhoofd, denk ik dat het echt wel wat heeft gedaan. Dus ik ga straks gewoon nog even een klein beetje opdoen. En dan ontwikkelt het in de rest van de dag, denk ik. Dus ik hoop dat het dan wel gewoon werkt. En ja, ik kijk nu op mijn voorhoofd. Maar op mijn voorhoofd heeft het echt wel wat gedaan. Ik weet niet, op camera zie je het echt slecht. Maar ja, ik denk toch wel dat ik iets bruiner ben. Maar dit licht is gewoon niet top om in te kijken. Nou, ik zit in de auto, want ik moet werken om 1 uur. Dus ik ga nu heel snel richting werk. Oh ja, en ik heb mijn Bali-spul niet nog een keer opgedaan. Maar volgens mij heeft het best wel goed gewerkt. Als in, ik voel me nu wel bruiner dan gisteren. Dus ik laat het gewoon even zo. Ik had geen tijd om het nog een keer te doen. Het is vandaag zondag en wij zijn onderweg voor een high tea naar mijn vader met z'n drieën. En daarna mag ik weer lekker een avondje werken. En mijn camera is leeg, dus het wordt super leuk vandaag. Ik weet niet of ik wat kan filmen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en volgens mij is dit de meest chaotische vlog ooit. Ik heb gisteren de hele dag gewerkt van 11:30 tot 8:30, dus er was gewoon niks te filmen. En toen wilde ik in de avond nog een stukje filmen en de vlog afsluiten en toen was mijn camera leeg. Dus ja, that's my life. Dus ik ga de vlog nu afsluiten. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik nou allemaal wel niet gefilmd heb, maar dat zien we wel. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. En abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik super lief vinden. En tot de volgende keer. Doeg!